vind je varkensfricadeau, appelstroop en ontbijtspek erg lekker? Kijk dan hier achter me, wij gaan de gerookte varkensfricadeau maken. Ja, en we staan er hierbij. Ja. Ik heb de stroop even weggepakt. Varkensfiletje. Ja. Daar gaan we wat mee doen. We gaan het even vlinderen. Wat wil dat zeggen? Is dat we hem insnijden? In het midden ongeveer. Tot, nou, we kunnen hier wel de vette laag pakken. En dan doen we dat hier ook. Oké, dan vouw je hem eigenlijk open. Ja. Ik snap hem. Op die manier. Dan doen we dat hier ook. Zo. Oh, nou, die hebben we gevlinderd. Dan wrijven we hem in. Met appelstroop. Ik zie het al, niet te zuinig. Nee, lekker toch? Niet te zuinig. Dan de spek. Dan de spek. Spekkie. Lekker, die liggen ook zo. Ik had vroeger een buur mensen. Ja. En als die vader, die man dan s'avonds thuis kwam uit zijn werk, maar dan praat ik echt over 40 jaar geleden. Spekkie, ik ben thuis. Oh echt? Ja, ze was zo mager als wat, maar hij noemde haar Spekkie. Spekkie. Daar moet ik altijd aan denken als ik ontbijtspek zie. Ja, ik kan er ook niet aan doen. De pruimpjes leggen we erop. Ja. Daar, daar. En daar. En dan wordt het, daar doe ik ook mee. Ja, dan wordt het in het midden. En dan moeten we zeker dit touw nodig. Als jij wat rup op kan doen. Ja. Hoppakee. En dan is het eigenlijk het oprollen van het geheel. Ja. En dan zo. En dan binden we hem op. Met slagenstaal. Ja. Dus Edwin. Merci. Ja, ik ken die knoop niet hoor. Nee, ik ook niet. Maar als je maar een knoopje maakt. Oh, dan is het maar een knoop. Oké, gelukkig. Dus als een slager dit ziet en wil reageren, hoe de slagersknoop moet, we houden ons aanbevolen met uw reacties. Ook niet te hard, anders knijp je alles uit. Oké, zo is goed. Ja. Ja. Vol passie hier, jongen. Ja, echt met een echte mooie knoop. Gaan we. Zo. Misschien dat we er nog een keer een filmpje dan over maken. Dus ja, volgens mij hebben we dat een keer eerder gezegd. Dat ja, nooit wat van gekomen. Nooit wat van gekomen. Ja. Mag ik je vinger? Nee, dat kan ook zonder. Dat heb ik net laten zien. Ja, nee, dat zie ik. Ik vertrouw je voor gemeten. Dat klopt. Oké. Zo. En dan doen we nog eentje in het midden. Nog eentje in het midden? Oké. Okay. Ja. Driemaal zijn scheeprecht. En dan. Hoppakee. Ietsje hoger. Ja, dank u. Moet ik er losse eentjes eraf, zou ik die eraf knippen? Krijg je een vingertje. Oh, dat weer. Ja. Ja, ik blijf rustig wachten, Bastiaan. Nee, maar. Ja, zie, ik zei het toch? We op blijven letten. Jongen. Zo, dan kunnen we hem gaan roken op de Camaro Joe. Want die staat natuurlijk geduldig te wachten op dit mooie stukje vlees. Oké. Dan gaan we eerst even wat rookhout erbij doen. Wijn. Dat is belangrijk. Haal deze even uit. Ik leg hem even hier neer. Dat is zo makkelijk van het systeem. Hè? Handje rookhout erin. Dat zijn twee handjes. En nog een beetje. Drie handjes. Dat zijn drie handjes. Als ik tellen kan, dan kan ik tellen. Hè? Ja. Ja. Die. Zou je? Ja. Nee, dat betreft het systeem is zo goed. Dan. Hier wat. Water in. Of water, wijn. Sorry, zit echt wijn in. Ja. Nou, en laat maar draaien. De boven, hè? Ja. Boven het water, zeg maar. Ja, precies. En dan doen we het dicht en dan sluiten we hem heel mooi af. En dat is zo'n fiberglass rand. En die zorgt voor het mooi afsluiten. En dan hij loopt er nog rook in je ogen. Ja. Dichting. Nee, maar ziet u dat? De dichting, hè, die fiberglass dichting zorgt er wel voor dat zeg maar, hier niks meer kan ontsnappen. Goede kwaliteit. En hier komt er ook uit. Ja. Zal hij klaar zijn? Edwin, ja. Zullen wij eens een blik werpen? Jij hebt gemeten en meten is weten. Dat bedoel ik. En dan komt hij. Oh ja, dat gaat vanzelf, hè? Hats of lats. Zo. Nou, hij ziet er in ieder geval geweldig goed uit. Als hij open gaat, zo. Halleluja. Altijd weer zo'n moment van. Precies. Ja, ik, tof, ik zou zeggen, pak hem. En hier zit lekker de plank dat, of gaat dat lukken, wat, denk je? Ja. Lekker gekleurd is. Zoals ik al zei, meten is weten. Ja. 70 graden. 70 graden in de kern hebben wij gemeten.
En even kijken wat we hier doen. Gaat goed. Even kijken. Ja, ze hebben twee erover. Helemaal geweldig. Mes erbij, hè? Moment suprême. Ik ben benieuwd, want appelstroop, ja. Dat moet lekker zijn. Ik denk het ook. Alleen het woord al, appelstroop. Het is heet. Hij later is warm, hè? Ja, zoals je altijd zegt, laten we eigenlijk normaal naar de bereiding even rusten. Nou ja, wij hebben dat niet gedaan nu. Wat een mooie plakjes. Maar nu kunnen we wel gaan proeven. Er zit een zoertje erbij. Een stukje spek natuurlijk erbij in hebben. Lekker. Nou. Als je dit als rollade-achtig van de barbecue houdt. Mooi rooksmaak van die appelhout. Ja, een lekker gepofte aardappels, een beetje sla erbij. Heerlijk. Lekker sappig. En gemaakt op de Kamada Joe. Mm-hmm. Dus dat is ook geweldig. Kamada Joe. Voor het NL. Voor het NL, ja. Voor het recept kunt u hieronder kijken. Daar staat alles beschreven. Uw reacties zien we graag tegemoet. Je kunt je nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire and Food TV. En voor meer informatie over de Kamada Joe kun je kijken op kamadajoe.nl. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Oeh, dit is een pruim, denk ik. Ja. Dat is een pruim.